الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Geliefde broeders en zusters, als wij naar de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala gaan kijken waarmee Hij ons heeft begunstigd, dan is het onmogelijk om deze bij te houden. Allah zegt in de Koran: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Al zouden jullie de gunsten van Allah, de gunst, ik heb daar geen tijd voor om dat uitgebreid te behandelen, maar Allah gebruikt hier enkelvoud: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ. Al zouden jullie één gunst van Allah willen opzommen, dan zal dat onmogelijk zijn, of dan zou jullie dat niet kunnen. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Geleerden hebben gezegd: Allah gebruikt hier enkelvoud om aan te geven dat één gunst in feite diverse of veel van andere gunsten bevat. Zoals de gunst van kijken bijvoorbeeld. Je kijkt ermee, je leest ermee, je ziet mooie dingen ermee, je herkent mensen daarmee met één gunst. En één van die gunsten is een gunst van broederschap. Helaas beperken we onszelf vaak dit concept tot dit onderwerp als iets wat theoretisch is. We horen daar mooie verhalen over, we lezen mooie hadith daarover, maar wat voor effect heeft dat in ons dagelijks leven, dat blijft natuurlijk altijd een raadsel. Dat wil niet zeggen dat dat volledig afwezig is, maar het is niet, het is heel beperkt. En beperkt zeker als we naar onze eigen gemeenschap kijken. De Koran spreekt over broederschap, geliefde broeders en zusters, als een belangrijke gunst van Allah subhanahu wa ta'ala die harten bij elkaar brengt. Dat we in één moskee zitten, wil niet zeggen dat dat aanwezig is. Maar in een moskee gezamenlijk het gebed verrichten, is een middel om die broederschap te realiseren. Waarom staan we altijd in één rij? Sommige mensen leggen te veel nadruk op het feit dat je voet aan voet tegen elkaar dient te staan, schouder aan schouder, terwijl ze nog elkaar haten. Waarom? Dit is de vraag die we altijd dienen te stellen. Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons: bid jouw gebed in de moskee. Verricht het gebed gezamenlijk in de moskee. Je dient minimaal één keer per week op een vrijdag naar de moskee te gaan. Het is niet alleen maar om het gebouw te bezoeken, maar juist om dit soort zaken zoals broederschap en saamhorigheid te versterken. En daarom zegt Allah: wa'tasimu, hou allen vast aan Allah's taal. En Hij zegt daarna: wala tafarraqu, en splits niet op. Hij zei niet: wees niet divers, wees niet verschillend. Want dat is juist iets moois om te hebben, dat wij verschillend zijn. En niet ondanks, en dankzij die verschillen dienen we bij elkaar te komen. Niet ondanks de verschillen gaan we de bruggen slaan, zoals dat zeggen. Nee, dankzij die verschillen. Want zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen. Maar de Koran is nauwkeurig, splits niet op. Laat dat niet een reden zijn om uit elkaar te gaan. Laat dat niet een reden zijn om op te splitsen in verschillende groepen. En Allah zegt ook in een andere vers. In andere vers worden mu'minun wa mu'minat. Het is een gezamenlijk, een collectieve plicht. Niet alleen maar voor de mannen, ook niet alleen voor de vrouwen. Het is een collectieve plicht. De gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Ze zijn net als puzzelstukjes die je bij elkaar brengt om iets moois neer te zetten, om iets moois te creëren. Wa mu'minun wa mu'minat wa ba'dhum awliya wa ba'd ya'murun. Als je die verandering wil brengen, dan moet je die samenhorigheid creëren. Als je één vers wil maken, dan moet jij je hart reinigen om dichter bij elkaar te komen als je die verandering wil brengen. Er zijn te veel mensen die zich bezighouden met wereldpolitiek. Onze leiders dit, onze leiders dat. Maar als je naar zijn eigen, op microniveau gaat kijken, naar zijn eigen gemeenschap, omgeving gaat kijken, dan zie je dat wij heel ver zijn van deze zaak van saamhorigheid. Ik zeg, als jij zelf niet een onderdeel bent van de oplossing, dan mag je niet anderen bekritiseren. Als je zelf niks eraan doet om dit te verbeteren, om dit te herstellen, om dit concept verder te verspreiden, dan heb jij niet het recht om over wereldleiders te spreken. Want jij kan die verandering doorvoeren. Jij kan die verandering brengen. Allah zegt in de Koran: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah zal een toestand van een volk niet veranderen totdat zij zichzelf hebben veranderd. Wanneer jij je kleine omgeving thuis, begin daarmee, met jouw broers, met jouw zussen, met jouw vader, met jouw moeder, met jouw vrouw, dat jullie allemaal op één lijn staan. En dat jullie elkaars verschillen accepteren en dat je er ook leert mee omgaan. Dat is een belangrijke stap richting samenhorigheid van de ummah. Want hoe dan ook, zijn al deze kleine personen, zijn allemaal onderdelen van de ummah. En als we dus die verandering op
ons kleinschalig niveau kunnen veranderen, dan kunnen we ook op deze manier de wereld veranderen. Het is mooi om te zien hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam een gelijkenis geeft, of ons een vergelijking geeft van een lichaam. Hij zegt, de gelovigen zijn voor elkaar zoals een lichaam. Wanneer een van de ledematen aan iets lijdt, dan reageert het hele lichaam daarop met koorts, met pijn die iemand voelt en die iemand ervaart. In een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wanneer wij dit soort voorbeelden van de profeet horen, dan moeten we ook naar ons lichaam gaan kijken. Wat voor lessen kunnen wij daaruit halen? Wat voor lessen kunnen we daaruit halen om dat in ons dagelijkse leven toe te passen? Waarom geeft de profeet ons het voorbeeld van een lichaam? Als hij over saamhorigheid en broederschap. Ken jij jouw ledemaat van jou apart zitten? Zeg van vandaag heb ik je niet nodig? Nee, want samen vorm je het geheel. Iedere ledemaat heeft een functie. En dat dienen wij te accepteren. En dat dienen wij ook te respecteren. Zelfs op de dag des oordeels zal Allah subhanahu wa ta'ala op de dag dat velen angstig zullen zijn, op de dag dat iedereen wegvlucht van elkaar, de moeder van haar zoon, de zoon van zijn moeder, de dochter van haar vader en andersom, beste vrienden, man en vrouw, iedereen zal op dat moment zeggen, ik. Zelfs de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aan haar. Iedereen zal op dat moment aan zichzelf denken. Iedereen zal in een bepaalde moeilijke toestand verkeren. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala zal roepen tussen de mensen, ayna al-mutahabbuna fi jalali. Waar zijn de mensen die van elkaar heel erg hielden? Omwille van mij. Al-yawma udhilluhum, yawma la dhilla illa dhilli. Dat zij vandaag in de schaduw van Allah gezet zullen worden op het moment dat er geen enkele schaduw is dan die van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je deze positie krijgt, dat je verlost wordt van die angst die velen op dat moment ervaren. Om wat? Niet om de hoeveelheid gebeden die je hebt verricht, of om de lengte van jouw baard, of om jouw relatie met wie dan ook, maar om de lengte relatie. Een Arabier werd er een keer gezegd, jouw vrouw is overleden. Het is jammer, mocht Allah subhanahu wa ta'ala barmhartig zijn met haar. En toen kreeg hij te horen, jouw zoon is overleden. Toen zei hij van, dat is extra beloning. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala een mooie plek in het paradijs geven. Toen hij te horen kreeg, een van jouw broeders is overleden. Hij zegt, nu ben ik gebroken. Of mijn, hij zegt, qasum Allah. Zoals, en mijn rug is gebroken. Ik kan niet meer staan omdat ik een van mijn broeders heb gemist. Die mij altijd staan heeft gehouden. Dat waren mensen die ook begrepen wat saamhorigheid was. En dat zien we ook in de tijd van de metgezellen, ridwanullahi alayhim. Een bekende verhaal van Abu Bakr en Siddiq, toen hij Bilal al-Habashi wilde bevrijden. Hij ging naar Umayyah ibn Khalaf en hij zei tegen hem, wat wil je voor deze slaaf? Ik wil hem van jou overnemen. Umayyah ibn Khalaf misbruikte de situatie en noemde een gigantisch bedrag. Een hele hoog bedrag, wat niet gebruikelijk was. Zonder daarbij na te denken, trok Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu dat bedrag, zonder af te dingen of wat dan ook. En hij zei tegen hem, hier, als ik hem maar mee kan nemen. En toen zei Umayyah ibn Khalaf, en hij wilde daarmee Bilal radiyallahu anhu kleineren en vernederen. Hij zei tegen hem, als je één dirham of één dinar voor hem aan mij had gegeven, dan had ik hem aan jou verkocht. Wat was het antwoord van Abu Bakr? Die wist wat de waarde van broederschap was. Hij zegt, wallahi, als je mij 100.000, zeg maar een miljoen in onze tijd, als je 100.000 zou vragen, dan zal ik het aan jou hebben gegeven. En hij ging hem omhelzen en hij zei tegen hem, dat is broederschap en dat is mijn broeder. En daarom zei Umar radiyallahu anhu over dit verhaal. Hij zegt, Sayyiduna, onze, ja, ik weet niet of dat onze meester, onze grote man, heeft een grote man geholpen of gekocht. In de letterlijke betekenis. Sayyiduna is Sayyidana. Geen verschil. Het gaat niet om wie je bent, hoe je eruit ziet, maar het gaat erom dat wij broeders zijn van elkaar. De vraag waar ik mee wil afsluiten gezien de tijd, is hoe kunnen we dit vormgeven in ons dagelijkse leven? Want broederschap is geen theorie. Broederschap is niet iets wat je uit boeken kunt leren. Broederschap is ook niet iets waar je over kunt spreken. Maar broederschap is een
is iets wat jij uitvoert, iets wat jij praktiseert in je dagelijkse leven. Woorden hebben geen enkele effect of geen enkele waarde als deze niet gepaard gaan met de praktijk. Ik zal drie punten benoemen die wij direct in ons dagelijks leven kunnen toepassen om dit te realiseren. Het eerste, wij dienen zaken of hartziektes zoals rol en laster en leugens verspreiden over een broeder, dienen we per direct los te laten. Als je niet in staat bent om dit los te laten, dan zou het onmogelijk zo zijn dat jij een onderdeel bent van de oplossing. Maar zolang we nog wrok en haatgevoelens voor elkaar hebben en afgunst voor elkaar, dan zal dat een heel lastige klus worden. Tweede punt is, laten we het gesprek met elkaar aangaan. Laten we niet over elkaar spreken, maar vooral met elkaar. Want de verschillen die wij hebben, dat is gewoon iets wat normaal is. Iets wat juist mooi is, als we daar gebruik van kunnen maken om op een ander niveau te komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o mensen, we hebben jullie van man en vrouw geschapen en tot volkeren en stammen gemaakt. Waarom? Omdat jullie elkaar zullen leren kennen. Dus in dialoog, in gesprekken die we onderling dienen te voeren, met elkaar in gesprek in plaats van over elkaar, kunnen we heel veel mee bereiken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, geeft ons een andere hadith die wij ook in ons dagelijks leven kunnen toepassen om die saamhorigheid te versterken en te bereiken. Allah subhanahu wa ta'ala, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, laat het goede jannah hatta tu'minu. Jullie zullen het paradijs niet binnentreden totdat jullie zullen geloven. En jullie zullen niet daadwerkelijk geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets meegeven? Als jullie dat zouden doen, dan zullen jullie van elkaar houden. Hij zegt, verspreid de vrede onder elkaar. Afshu salam. En ik zeg altijd, salam beperkt zich niet alleen maar tot de woorden die je uitspreekt. Dat je tegen iemand zegt, assalamu alaikum. Wat voor toegevoegde waarde heeft het als je iemand groet, een hand geeft, terwijl je hem van binnen haat? Wat voor toegevoegde waarde dat heeft als je tegen iemand zegt, vrede zijn met jou, assalamu alaikum, terwijl jij nog afgunst voor die persoon hebt. Afshu salam, de profeet zegt niet, zeg koolu assalam. Hij zegt, afshu, verspreid. Verspreid dat met jouw gedrag. Spreid dat met jouw glimlach, zoals hij in een ander hadith zegt. Het tabassumun fi wajhi akhika sadaqa. Een glimlach in het gezicht van jouw broeder is een liefdadigheid. Iets wat je geeft, want je geeft energie, je geeft hoop. Je geeft mooie dingen die we met elkaar kunnen delen. En dan sluit af met een hadith. Hij zegt, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iemand van jullie zal niet daadwerkelijk geloven totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst wat hij voor zichzelf. Wanneer we dat niveau hebben bereikt, dan kunnen we zeggen van we hebben die saamhorigheid en broederschap bereikt. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons de kracht geven om die broederschap te versterken. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons de kracht geven om Allah's taal vast te houden. Kulhu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah innahu ghafur.